Hier zijn we op de klokkenzolder waar de grote klokken van de Sint-Jan hangen. 10 grote klokken hangen om mij heen en wat natuurlijk een grote aandacht meteen trekt is de enorme klok achter mij, de Notenman. Deze klok weegt bijna 6000 kilo en is in 1642 in de kerk gekomen. Hiervoor hadden ze ook al een hele grote klok, maar die hebben ze op één dag zo hard geluid, omdat er een belangrijke persoon was overleden, dat die helemaal kapot was. En toen moest er een nieuwe grote klok komen. Je moet je voorstellen dat in die tijd werden klokken altijd naast de kerk gemaakt waar ze moesten hangen. Er werd een gat gegraven, er werd een mal in gedaan, de materialen gesmolten, die lieten ze uitharden en de klok was klaar en kwam in de kerk te hangen. Maar hier in Den Bosch mislukte dat elke keer door de moerassige grond waarop de kerk stond. Toen heeft de klokkenmaker, meneer Notenman, want daarna is de klok vernoemd, heeft al het materiaal mee naar Leeuwarden genomen en daar deze prachtige klok gegoten. Die is per boot teruggekomen naar de stad en toen de klok van de boot werd gehesen, is een van de touwen van zo'n katrol afgelopen en is hij op de grond gevallen en is hij beschadigd. En achter me kun je de karteltjes nog in de rand van de klok zien zitten. Wat spectaculair aan deze klok was natuurlijk dat hij naar boven gehesen moest worden met zijn 6000 kilo, maar ook het mechaniek waarmee die geluid werd. Er zit een groot vliegwiel, nu van metaal, destijds van hout achter. En in de geschriften staat dat in plaats van 16 man deze klok nog maar met 6 man geluid kon worden. Het is een prachtige donkere toon als deze klok slaat. Hij slaat op de hele uren en natuurlijk kennen de meeste Bosschenaren deze klok, omdat hij bij begrafenissen, bij het binnenkomen van de kist in de kerk en bij het uitgaan van de kerk wordt geluid. Een diepe, donkere toon. Ik luid op iedere heiligdag. Ik maak bekend des doods beklag. Ik dreun u het goddelijk bidden aan, doch het hert en stem moeten verder gaan.